Hoi lieve Onnefamilie en welkom weer bij eindelijk weer een nieuwe vlog. Het is een tijdje geleden, maar we zijn weer terug. We gaan vandaag kijken naar vrijdag 19 mei, want dit was echt een superleuke dag. Ik ging eerst eventjes langs bij RTL in Amsterdam. En daarna mocht ik mee met een show van Tony Junior. Het was echt heel erg gezellig. Ja! Dus ga er lekker voor zitten en heel veel kijkplezier. Zo, hè, jongens en meisjes, eindelijk weer een keertje een nieuwe vlog. Want dat ging de laatste weken niet echt helemaal goed. Het is vandaag vrijdag, leuke dingen op de planning. Ik ga eerst even naar RTL, naar Amsterdam. Want ik heb even een gesprekje over mijn kanaal en hoe alles gaat. Want RTL is zeg maar mijn MCN waar ik bij zit, mijn netwerk zeg maar. En ze helpen mij met dingetjes. Dus ik heb eerst eventjes een gesprek. En daarna ga ik naar Utrecht. Daar heb ik afgesproken met Tony. Die kennen jullie misschien trouwens wel. Want hij maakt ook YouTube video's, maar hij is die. En ik ga vanavond dus mee naar een show. Het wordt hartstikke gezellig. Ik ben helemaal buiten adem. Ik heb nu al echt 20 minuten gelopen. Ik heb net Dolly bij mijn moeder gebracht. Want anders zou ze veel en veel te lang alleen zitten. Oké, ik ben aangekomen op het kantoor van RTL. En zo, dit is mijn pakketjes. Voorraad. Het is echt niet te geloven. Wat is dit allemaal, joh? Ik ga het gewoon even allemaal openmaken. Eens even kijken hoor, wat het allemaal is. Ik heb hier van die puppies gekregen. Ik denk om te testen. Ziet er wel echt super leuk uit. Het zijn Zoomer Zups. Kijk. Nee. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Ja, kijk. Ze hebben allemaal Hatchimals collectibles opgestuurd. Oh. Die heb ik natuurlijk al getest. Jongens, ik heb een pakketje gekregen. Dit is van waarschijnlijk een van mijn kijkers. Dus kijker die dit gemaakt heeft, super bedankt. Het ziet er echt enorm cool uit. Dus even kijken wat hier voor moois in zit. Zo, dat krijg je bijna niet open, joh. Wow, er zitten echt super veel cadeautjes in volgens mij. Wow. Wow. Oh my god. Helemaal vol. Wow. Hondenshampoo. Kijk. Ah. Jennifer Blom. Jennifer, super bedankt voor al deze leuke lieve spulletjes. Ah, dat is een leuke tekening. Ja, het is echt zo schattig. Oh, joh. Dan ook een hond. Iemand heeft mij gewoon een doos vol gegeven. Jennifer, een doos vol met cadeautjes. Hallo. 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 Een soort van honden smartphone. We gaan met z'n allen. Gaan we deze doosje openmaken. Deze uitdoen. Oh, nog één. Echt cool, echt? Nee. Met bling. Oh, maar die vind met, ik wel echt stuts. Heel mooi. Bombas. Bombas Petidas. Oh, dit is Ben. Stinkbom. Oh. Altijd bang voor elektrische schokken. En dan ook voor... Oh, een Dolly speeltje ook. Oké. Okay. Oh, oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Moet je kijken. Oh my god. Dit is echt de meest coole halsband die ik ooit in mijn leven heb gezien. Serieus. Wow. Oh, dit is echt top. Hondenstropdasjes. Jennifer Blom, super bedankt voor al deze mooie spulletjes. Cool. Ik ben er echt heel blij mee. Dankjewel. Uiteindelijk is de brainstorm sessie bij RTL niet doorgegaan omdat iemand zijn auto was gejat. Dat was wel super jammer. Maar goed, we gaan gewoon lekker verder naar Utrecht Centraal. Want ja, ik had afgesproken met Tony en dat was super leuk. Dus dat komt nu. En dit is mijn hoofd. Hoi hoofd. Zo, ik ben er. Hallo. Hallo. Heb je al gezegd waar je naartoe gaat? Ja, ik heb het gezegd. We gaan even de regen checken. Ja, want we gaan even op je scooter. Rijden, maar geen plan eigenlijk. Nee, we hebben geen plan. Nee. Maar je scooter is wel super tof. We gaan even een lekker ritje maken. Het gaat niet regenen, dus niet. Het komt goed. We gaan op scooter. Oké. Okay. Zeg maar wanneer kan, hè? Kan het? Natuurlijk. Oké. Zit ik goed? Hè? Zit ik goed? Ja. Goed? Oké, okay, ja. We zijn dus lekker een ritje gaan maken. We zijn naar de stad geweest, naar Starbucks gegaan, alles erop en eraan. En zoals je ziet, Tony heeft hier een hele toffe camera die hij aan het vergelijken is met de mijne. Want die van mijne is natuurlijk veel, veel slechter, want hij maakt veel toffere vlogs dan ik. Willen jullie het zien? Ga dan eventjes naar het linkje onder de beschrijving, want hij heeft deze dag ook vastgelegd. Die video zien jullie aankomende vrijdag op zijn kanaal. Dus abonneer natuurlijk alvast op hem. Gaan we nu nog even verder een ritje maken en daarna is het tijd om naar Sittard te gaan voor de show.
Jongens en meisjes, dit is even de Tony Junior take over het kanaal van Onder Die. Dionne, a.k.a. Dionne dus. We zijn onderweg naar Sittard. Roof Garden. Dus ja, het wordt één groot feest. Maar ze durft zelf niet te vloggen, waarom niet? Ik durf wel te vloggen. Nee, je durft niet te vloggen. Ik durf wel te vloggen. Nee, maar kom hier. Ze is zo enthousiast om te vloggen dat ze niet weet wat ze moet zeggen. Daarom neem ik het even over. Wat we doen. We zijn nu zeg maar over 9 kilometer en de status is dat... Het zal allebei heel nodig zijn. Ja, maar volgens mij moet jij heel erg nodig. En ja, ik zeem niet. Ik heb honger. Er is backstage echt wel te eten. Ik kan het niet meer met zo'n klein ding. Ja, het is niet heel erg chill, maar... Ja, maar kijk, dat ligt... bij een benzinepomp zijn, dan mag het wel even wat... Ja, maar we kunnen net voor, dit is nog 8 kilometer. Echt serieus? Ja, we zijn er bijna, ja. Echt? Ja. Oh, ik heb helemaal geen tijd gezet. Nee, dat is duidelijk. Kijk, bij jou is het dicht mooi. Kijk, ik zie eruit als... Nou, goed. Zal ik uit de auto plassen? We zijn er bijna. Nee, maar dat is niet eerlijk, want ik moet ook. Jij kan het er ook uithangen, jij moet alleen wat verder. Wat denk jij? Wil jij heel toevallig hier plassen? Weet ik niet. Nee, want dat lukt niet meer. Het is te laat. Jee, het is te laat, nee. Heb je er wat aan als ik een beetje zo ga doen? Nee, oh jeetje, nee, echt niet. Brian, okay. Dit voel ik ook heel erg. Oké, dan moet je dubbel zijn. Maar dan mag het niet. Ik ben een beetje verliefd op de hond. Dolly. Ben je verliefd op Dolly? Ja, een beetje wel. Oh, dan krijgen we weer zo'n goed. Het wordt heel ingewikkeld. Lekker nummertje. Even terugkomend op de vraag die de kijkers op de lippen brandt. Waarom ben jij mee met licht? Nu gaat de muziek ook zacht. Dat ja, vind zeker. Ik wel een beetje eng eigenlijk. Kijk. Ik kreeg een appie van een meisje die ik echt al 7 jaar niet spreek. Yeah. En die zei ineens, wil jij leuk of meuk opnemen met... Echt waar? Maar de grap was dus dat een week daarvoor zeg maar een aantal vrouwelijke fans op mijn Instagram op mijn foto hadden gereageerd. Oh, hij zou echt goed bij Onderdie passen. En ik zou, wie de fuck is Onderdie? Wat is dat voor een gekke naam? Die is Onderdie. Ja, wie is Onderdie? Dank jullie wel daarvoor, want ze zit nu in de auto. We zijn weer op weg naar huis. We hebben een hele leuke show gehad. Dion heeft net een biertje gedronken. Heeft ontzettend naar de zin gehad. Ik mis Dolly. Ik wil Dolly nu zo vast hebben. We zijn nog 103 kilometer van Utrecht vandaan. Dan gaan we even wat eten. We slapen gewoon gezellig bij mij. We hebben een pyjamafeestje. Ja, we hebben een pyjama party. Gewoon onesies aan. En het wordt een groot feest. Het ruikt hier naar dik harde kak. Anders, nee, dit ben ik echt niet. Nee, dit is echt vieze hondenstront. Oh. Of koeienstront. Koeienstront. Jongens, ciao ciao. Jongens, ik ben helemaal vergeten om afgelopen vrijdag de video fatsoenlijk af te sluiten. Dus dat doe ik nu nog eventjes. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Vanaf nu ga ik dat gewoon weer goed oppakken. Want wat de laatste tijd is gebeurd, dat kan natuurlijk echt niet. Ik krijg allemaal de groetjes van Dolly. Ze wil graag uit. Dus ik ga maar met haar naar buiten. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een hele dikke duim omhoog. En vergeet natuurlijk ook niet om mij te abonneren. En dan hoop ik jullie morgen weer te zien met een nieuwe Onder Dinsdag. Dat wordt hartstikke leuk. Want dan ga ik allemaal nieuwe klitsjes unboxen en aanpassen voor jullie. Dus ik zie jullie dan. Doeg!